Hi, goedemorgen. We gaan weer nieuwe producten uitproberen. En ik dacht, ik maak er een hele video van. Een soort get ready with me, maar dan een heleboel producten in één keer. Allereerst, ik heb deze steltang gekocht bij de Action voor €9,95. En daarmee heb ik gisteren krullen gemaakt. Kijk. Ik heb ze nu net uitgekamd. Maar er zit zeker nog slag in mijn haar. Dit is de allereerste keer dat ik een steltang gebruikte, zeg maar. Dus dat is niet... Dit is voor mij echt woehoe. Wat je moet weten is dat ik heb super fijn, slap, stijl haar. Dus dit is voor mij echt... Kijk hoe leuk dit krult. Dit is voor mij echt een belevenis. Heb je nog nooit een steltang geprobeerd? Zeker doen. Deze is gewoon leuk om te proberen. Het is niet... het zal niet geweldig zijn. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Mijn haar zit een beetje raar, zie ik. Ik heb geen vergelijkingsmateriaal. Maar dat neemt niet weg dat dit gewoon... voor mij nu, om te proberen, zeg maar voor de allereerste keer, een prima steltang is. En natuurlijk ga ik op een gegeven moment een duurdere kopen. Dat is logisch. Maar voor nu, om te proberen, is dit een prima steltang. En hij deed goed. Ik heb ook mijn vinger en passant even mee geguld. En ik heb hem natuurlijk niet voor het stijlen, want ik heb al zulk stijl haar wat je met een steltang krijgt. Dat is gewoon mijn eigen structuur. Krullen zitten over het algemeen ook nooit lang bij mij. En dat dit goed blijft zitten, is voor mij een verademing. We gaan beginnen. Ik heb de Super Dewy Skin Elixir. Ik heb het doosje opengemaakt net. Ik kan niet goed ontdekken wat het nou precies is. Dus ik denk eigenlijk, ik heb het een beetje geswatst, dat het een primer is. Shake before use staat er alleen op. Een make-up serum staat er. Ik denk, er staat niks op, ja, de ingrediënten. Een make-up serum. En dan denk ik, Skin Elixir Serum. Serum Pour Maquillage, ik heb geen idee. Ik denk een primer. Ik denk dat het een beetje een soort equivalent van... Is het een equivalent? Heet dat zo? Ik vind dupe een heel vervelend woord namelijk. Van de Charlotte Tilbury Primer. Oh, sorry. Zou ik hem nu goed genoeg geschud hebben? Met een pompje. En dan is dit het product. In het begin dacht ik, zou het... Nee, het geeft echt nul dekking. Maar een heleboel glans. Eén pompje is meer dan genoeg, want je voelt gelijk alsof ze je op de maan ook kunnen zien. Het is wel een fijn product. Het is een beetje dik. Kijk. Je hoort het ook. Dat het aan me vastplakt.
Oké. Dan ga ik natuurlijk een beetje pore primer opdoen. Kijk, oh, hij is bijna op. Hij is bijna op. Ik heb hem bijna opgemaakt. Ik gebruik er ook niet heel veel van per keer. Even goed zitten. Ik heb hier mijn spiegel staan, dus als ik die kant op kijk, dan wat ik nog ging zeggen. Welkom bij mijn hobby YouTube kanaal. Leuk dat je kijkt. Ik hou van make-up. Ik heb heel veel make-up. Ik koop heel veel make-up, maar ik koop alles zelf. Ik krijg niks via PR, want ik ben te klein. Ik ben natuurlijk pas net begonnen, een jaartje. Ik ben geen make-up artist. Ik ben geen visagist. Ik ben een hobbyist. Dus ik kan ook dingen vertellen of dingen doen die niet de bedoeling zijn. Die niet echt zijn. Die niet, nou niet echt zijn. Ze zijn wel echt, want ik doe het. Maar die niet zijn zoals het product bedoeld is. Nou, zo kan ik een hele lijst opnoemen van dingen die ik misschien fout doe. Maar ik heb een haar op mijn neus. Doe het vooral op je eigen. Ik vind. Doe het vooral op je eigen manier. Dat is naar mijn idee altijd het beste. Wat ik ga proberen is de Max Factor Miracle Pure Skin Improving Foundation. Over het algemeen ben ik prima tevreden. Het is een draaidop en dan zo'n squeezy tube. En het is vrij dik. Over het algemeen ben ik best tevreden over dingen van Max Factor. Wat irritant die haren. Ach, nou, goed. Een sponsje. Oh, ik vergeet mijn ogen te correcten. Nou ja. Het is als een soort skin tint. BB cream, CC cream achtig product. En dat valt me nu weer heel erg op, omdat ik de laatste dagen een echte foundation heb gehad. Maar deze geeft ze hele lichte coverage. Je kan het hier goed zien, hè? Die rode vlekken, die zijn amper weg. Het glimt wel heel erg. De kleur is goed. Ik hoef het bijna niet over mijn nek uit te blenden. De kleur is gewoon prima. Ja. Ik heb alles opgemaakt. Ja. Ik voelde niks van. Het leek heel dik. En daardoor dacht ik dat er meer dekking zou zijn. Maar dat is niet zo. Nee. Het is. Kleur is goed. Dekking is licht. Misschien kan ik hem opbouwen. Op zich vind ik dit prima. Dan heb ik ook van Max Factor een gel bronzer. Dan krijg je zo'n apart dopje bij om het af te sluiten. Dan is dit hem.
ga ik denk ik ook met de spons doen. Het is sheer, stond erop. Je ziet er inderdaad een heel klein beetje kleur van. Het brengt wel makkelijk aan, maar wat heb ik eraan als je het bijna niet ziet, zeg maar. Ah, je ziet het nu een klein beetje. Ja, het is heel sheer, heel lichtjes. Ik hou ervan. Ik hou niet van heel veel bronzer. Ik hou van dit soort producten. Maar als je echt een gebronsd gezicht wil, dan is dit niet het product voor jou. Dan moet je hier niet, nee. Ga dan voor een echte bronzer. Dan heb ik een blush van Makeup Obsession, de Liquid Blush. Die is nog niet open. Oh, dat valt mee. Oh, dat valt mee. Oh. Meestal heb ik met dat soort plasticjes echt. En er zit er ook nog een tuutje op. Ja. En dan gaan we. Ja, redelijk. Het is redelijk de kleur die ik had verwacht. Waarschijnlijk is het voor mij iets te roze. Even dat er geen klodders aan zitten. Wow. Oh, ik had definitief echt te veel gepakt. Dit is echt alsof je fluor op je wang smeert. Wow. Kijk. Ik had echt. Oké. Veel te veel. Ik ga er overheen met poeder zometeen, dus dat komt wel goed, maar wow. Oké, noot, niet te gek. Even mijn wenkbrauwen doen. Gisteren ben ik lekker een dagje met Dennis op pad geweest. We waren even naar Zaandam, want het was een evenement daar verknipt. En Wessel had dat geholpen met organiseren voor zijn stage. Dus wij dachten, we gaan even kijken of we er wat van kunnen zien. Maar mocht natuurlijk het terrein niet op. En van buitenaf was er niks. Zag één groepje van 6 man daarheen lopen. Maar de filmpjes die Wessel had, die leken wel alsof het daar heel druk was binnen. Ja, dat is wel gelijk, hè? Oh, lang leven echt de. Ik doe gelijk een beetje lip primer op. Hooikoorts. Dan kan dat even intrekken. Highlighter. Dit is de Revolution. Highlighter. Cloud highlighter. In de kleur Haze. Dit is een boordje.
Een poortje. Dit is de kleur. Heel mooi, gewoon een beetje. Maakt een beetje gauwig. Het is geen liquid, het is echt meer een crème. Wow. En het is heel goud. Het is heel goud. Er lijkt ook glitter in te zitten. Ja. Goh. Wat vind ik hiervan? Ik ga aan mijn ogen niks doen, dat had ik al gezegd, hè? Ik heb hele gladde handen van dat spul nog steeds, die beauty elixir. Oh, heel vervelend. De Maybelline Bounce Colossal Curl Bounce. Wat ik vaak doe, is ik hou hem er dan tegenaan en dan ga ik knipperen. Onder ook, want dat vind ik toch wel een soort. Even een klein tweede laagje doen. Oh. En nu knoei ik. Ja, even laten drogen, haal ik zo weg. Normaal doe ik ook tightlinen en zo. Maar daar heb ik nu gewoon geen zin in. Dus dat doe ik nu niet. Dan heb ik de poeder van Chanel. En deze is vreselijk mat. Dus ik doe dat met een kwast van World Techniques. Dat heet een light layer kwast. En dan denk je, waarom doe je dat mat? Omdat ze gewoon geen glanzende poeder hebben. En ik hou niet van dat plakkerige gevoel. Niet dat ik het moet zetten vanwege. Oh jongens, in die highlight. Het is één grote glitterboel. Niet dat ik het moet zetten, want ongezette make-up. Maar dat droogt niet genoeg naar mijn zin. En ik hou niet van dat plakkige gevoel, dus ik poeder dat af. Maar ik had het met mijn gewone poederkwast gedaan. Dat is die hele grote van de Ubi. En dat was echt te veel. En dan ga ik weer terug met een fixing spray. Deze ruikt heel lekker. En dan gaan we toch wel weer een beetje die glans terughalen. Want dat gematteerde, dat vind ik wel heel mooi. Maar ik ga altijd voor een natuurlijk effect. Deze waaier is ook van Revolution. De heel dik karton. Staat er ook ergens op? Nee, geloof ik niet. Oh ja, hier zo. Revolution. Zo, nu moeten we even wachten totdat alle gemorste stukjes weg te krijgen. Oh, het lukt wel. Kijk.
Hier heb ik een hele grote. Ja, ik had toch moeten correcten. Maar goed, nee. En dan heb ik van Revolution de Contour Kit. Een heel klein beetje extra poeder hieronder doen. Zo, iets beter. Nou, iets meer de... Nee. De contour kit. De lip contour kit. Heb ik al geprobeerd. Soms kan ik niet wachten. Ik heb hier een vuilnisbak staan. Of eigenlijk een vuilnisdoos. Waarin ik dan al die doosjes gooi. Het lippotlood. Dit is in een lichte kleur. Het lippotlood is te roze naar mijn zin. Ik zou eigenlijk gewoon de Iconic Nude erbij doen van Charlotte Tilbury. En dan de matte liquid lipstick. Die had ik nog nooit gebruikt. Ik vind de kleur super mooi. Ik hou ervan, van die concealer lippen, zeg maar. Het is een heel klein beetje roze. Wat ik zeg, ik vind de kleur super mooi. Is het zo, anders krijg je hier zo'n lijnen, ja. Zo, laten we een beetje opdrogen. Maar, het blijft niet lang zitten bij mij. Zelfs een mat liquid lipstick blijft niet lang zitten. Het is nu bijna 11 uur. Als ik nou straks ga lunchen, koffie drinken, lunchen, dan is hij eraf. Hoe dan? Nu zie je dat de blush een klein beetje getemperd is door de poeder. Dat is wat ik graag zie. Ik heb nog steeds shine op mijn gezicht, maar niet in overvloed. Want als je wat flinker bent, dan wordt er aangenomen dat je zweet. Dus als je dan, zeker als het weer wat lekkerder wordt met een... Oh, ik heb zo jeuk aan mijn neus. Met een bezweet gezicht loopt of een shiny gezicht van de make-up, dan denken mensen, oh, die dikke die zweet heeft, weet je wel. Dat vind ik niet fijn. Dit is een mooie everyday natural look voor mij. Het is nog niet helemaal droog. Wat vond ik ervan? Ik vind die highlighter, nee. Dat ik denk, nee. En dit is alleen maar als je echt van heel sheer houdt. Niet als je echt een ding wil. Dit, ja, weet ik niet. Dan zou ik echt moeten afwachten of het wat doet. Prachtige kleur. Zit goed. Blijft niet lang zitten, maar... Ja. Wat hadden we nog meer? De foundation. Goed, deze. Wauw. Voorzichtig ermee. Dat was het, denk ik. Heb ik nog meer geprobeerd? Had ik nog meer geprobeerd?
Even. Nou, de lippotlood die hierbij hoort, die vind ik te roze. Nou, is dit ook wel, slaat een klein beetje roze uit bij mij. Ik zou hier gewoon een meer nuderig lippotlood bij doen. En ik denk dan aan de Iconic Nude van Charlotte Tilbury. Dat was het volgens mij wel. Heel klein beetje. Parfum. Want dan ruiken we lekker gedurende de dag. Verder had ik geen nieuwe dingen gebruikt volgens mij. Die highlighter. Wat ik ook gekocht heb, is de highlighter. De Camellia highlighter van Chanel. Het is een groot doosje, want je krijgt een apart kwastje bij. Een apart kwastje. Een hele grote kwast ook. Ik ga het niet nu erbij smeren hoor, want... Deze gaat in mijn memory box, niet om gebruikt te worden. Om niet gebruikt te worden. Ik ga hem één keer gebruiken binnenkort op camera. En dan gaat hij, zeg maar, is die voor de collectie gewoon. En misschien niet. En misschien ga ik hem wel gewoon echt gebruiken. Inmiddels is dit droog. Nee, nog niet helemaal. Nee. Die rand, hè? Oh, irritant. Ja. Echt. Ik zie overal die gouden glitters. Heel vervelend. Oké. We gaan het hiermee doen. Dit is het voor vandaag. Ja, ik ga naar beneden. Ga ik de honden lekker binnenhalen en zo. En gezellig even. Even oorbellen in. Met Lulu knuffelen. Gisteren heb ik een hele drukke dag gehad, wat ik vertelde. Ik ben met Dennis op pad geweest. Even naar Zaandam. Met toen lunchen en toen bioscoop. Dus daar moet ik even gewoon. De volgende dag ben ik altijd. Dat weet ik. Dat is een deel van mijn ziekte. Zo reageert mijn lichaam daarop. Gisteren was ik helemaal hyper de pieper, want dan gebeurt het. De dag daarna ben ik. Sluit mijn lichaam af op een of andere manier. Dat is een deel van de MS. En nogmaals, net als op het gebied van make-up ben ik op het gebied van MS geen deskundige. Iedereen reageert anders op MS. Iedereen heeft ander soort klachten. Ik heb vooral last van de vermoeidheid. Maar ik ben altijd moe door de MS. En het zit vooral, de fysieke klachten heb ik vooral in mijn benen en mijn ogen. Maar nogmaals, iedereen reageert anders. Iedereen heeft andere klachten. Dus ga niet lopen roepen, dat hoort niet bij MS. Want dat weet je niet. Want iedereen heeft andere dingen. Iedereen heeft andere klachten. De klachten die ik heb, die stammen van het begin van MS. En die zijn blijvend. En daar komen gelukkig geen nieuwe klachten bij. Want het staat al jaren stil bij mij door de medicatie. Dus dat is op zich goed nieuws. En dan is het nog steeds een beetje aanmodderen met je energieverbruik. Gisteren drukke dag gehad. Vandaag is het dan helemaal, is het klaar gewoon. Waarom zeg ik dat? Weet ik eigenlijk niet. Ik heb leuk wat nieuwe dingen geprobeerd. Nieuwe dingen, ja leuk. Nieuwe dingen, niet doen. Gaan we gewoon verder met de dag. Zie ik jullie graag de volgende keer weer. Leuk dat je keek. Leuk dat je tijd met mij wilde besteden. Wordt heel erg gewaardeerd. En dan like en subscribe, moet ik tegenwoordig zeggen. En dan zie ik jullie heel graag de volgende keer weer. Doei.